De Telegraaf die baseert zich op Prinsjesdagplannen, uitgelekte Prinsjesdagplannen. 10 euro per maand zouden we extra kwijt zijn. En dat Mirjam Bikker, terwijl we toch in het programma van de ChristenUnie lezen dat jullie het liefst met 50 euro willen verlagen per maand. Dat is dan een verschil van 60 euro. Dus moet u niet blij mee zijn. Nee, dat ben ik ook niet. Maar dat is ook wel het gevolg, denk ik. De kabinetsplannen maken het ook lastiger om de zorgpremie omlaag te krijgen. Want het kabinet kiest ervoor om het eigen risico te schrappen. En dat gaat een gevolg hebben. Tegelijkertijd weten we allemaal wel dat er meer zorg nodig is in Nederland de komende jaren. Dus ik vind ook wel dat het daarom belangrijk is dat je ook voor de lange termijn goede plannen maakt voor onze zorg. Aan de ene kant om hem betaalbaar te houden, maar nog veel belangrijker dat we ook de goede zorg houden die Nederland kenmerkt. We hebben het veel over Amerika en dat is een groot verschil. In Nederland kunnen alle mensen makkelijk, als het goed is, naar de huisarts, naar het ziekenhuis. Ja, 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 ja. Dat staat al steeds vaker onder druk. Dus ik vind het heel belangrijk. Ik ben heel benieuwd waar minister Agema nu mee gaat komen. Dat we ook echt zorgen dat de huisarts bijvoorbeeld toegankelijk is. Ja, maar als u het heeft over toegankelijkheid en over hoe het allemaal goed moet blijven, kan dat dan in combinatie met 50 euro minder zorgpremie betalen per maand? Want het moet wel betaald worden. Dus is dat dan niet ook niet realistisch? Nou, we hebben het ook laten narekenen, in tegenstelling tot veel andere partijen, en leggen er ook een belastingstelsel bij wat eigenlijk eerlijker verdeeld en ook eenvoudiger is. En daardoor kunnen we tot deze uitkomsten komen. Ja. Toch, mevrouw Bikker, even, want ik snap dat u kritisch bent op de kabinetsplannen, maar vorig jaar steeg het, weet u hoeveel, toen steeg het evenveel. Ja, nee. Dus weet u wie er toen aan de knoppen zat? Zeker, maar we zien ook wel dat het ook verder doortikt eigenlijk in wat er aan zit te komen. Ik ben benieuwd wat het kabinet gaat doen met de zorgtoeslag. Dat kan nog uitmaken voor de gezinsportemonnee. Maar ik heb geen stukken, dus ik moet het doen op basis van de uitgelekte berichten. Dat gaan we zien. Binnen post, tientje per maand, of tientje per uur? 120 euro per jaar. Ja. Ja, dat is voor heel veel mensen toch veel geld, naast alle andere prijsstijgingen. En ik denk het gevoel van het blijft allemaal maar het worden. Gaat maar gewoon zo door. Het houdt niet op. Ik kan me dat goed voorstellen. Ja, hoor. Het wordt ook niet makkelijker op. Het wordt niet toegankelijker, waar net ook al aan refereerde. Ik moet zeggen dat ik kom net terug uit Amerika. Heb je al een huisarts? Ja, maar dan moet je twee weken van tevoren moet je een afspraak maken. Ja. Die niet eens iemand kunnen vinden. Nee. En ik zie bijna dat wat wij in Amerika hebben meegemaakt was natuurlijk rampzalig af en toe, maar zolang je betaalt, en moet ik zeggen dat het eigenlijk toegankelijker was dan inmiddels in Nederland. Nou, dat zegt toch wel wat. Dat zegt best wel wat. Je moet ons wel zorgen maken, vind ik.